Ik geloof niet dat jij deze video kunt liken terwijl je je vinger tegen je wang drukt. En dan de video liken. De grappigste sms'jes tussen mensen, niet tussen aliens. Deze jongen zegt tegen zijn juffrouw: ik heb bijna alles af voor wiskunde. De juffrouw zegt: wat goed, geen lastige vragen. Nee hoor, ik heb alles gewist. Gewist? De juffrouw zegt dus ook: gewist? Hoezo dat? Je moet het juist maken, niet wissen. Waarop de jongen zegt: het is toch wiskunde? Ik heb extra handen nodig voor facepalms. En de juffrouw antwoordt: ik zal je de volgende keer wat extra opdrachten geven. Ah! Ik moet zeggen, misschien is dit wel een beetje zijn eigen schuld. Wiskunde, wiskunde, serieus? Oma, ik ben mijn telefoon kwijt. Ach nee toch, hoe is dat zo gekomen? Ik denk dat geen één oma zo klinkt, maar alsnog. Geen idee, ik weet niet waar die is. Wat vervelend. Oh, ik heb hem gevonden. Oh, goed zo. Waar? In mijn handen. Ik vroeg me al af. Als je je telefoon kwijt bent, hoe kun je dan überhaupt sms'en met je oma? En dat is dus omdat hij hem in zijn handen had. En hem kwijt was. En hem dus vond in zijn handen. Logica. Deze jongen zegt tegen zijn juffrouw: helaas kan ik vandaag niet aanwezig zijn tijdens rekenen. Waarom dat, Tim? Ik heb last van allergie. Allergie? Dat is naar. Welke allergie, als ik vragen mag? Rekenallergie. Oh, nou, dan geef ik je wel een 1 voor de toets. Dan hoef je dat niet meer uit te rekenen. Waarop de jongen zegt: nee, grapje, ik ben er gewoon vandaag. Letterlijk, deze jongen probeerde een grapje uit te halen bij zijn juffrouw. Door te doen alsof hij rekenallergie had. En dat zou er dan zo uitzien. Wat is 1 plus 1? Wat is 2 keer 2? Wat is de tafel? Wat is 4 keer 3? Nee, maar serieus. Deze juffrouw had wel echt de beste comeback. Hey mam, mag ik een euro lenen? Een euro? Waarvoor? Ik moet iemand een euro terugbetalen. Vooruit. Als ik het maar wel terugkrijg. Dat is goed. Ik leg het op de keukentafel. Prima. Er ligt trouwens een euro op de keukentafel die ik je nog moest terugbetalen. Is dit een grap? Dat is letterlijk alsof ik tegen Soraya zeg: hey Soraya, mag ik dat koekje lenen? Waarop zij zegt: ja, oké, maar ik wil hem wel terug. Waarop ik vervolgens dat koekje aanneem en hem dan aan haar teruggeef en zeg: hier, ik moest je nog een koekje teruggeven. Wat? Waarom vraag je hem dan als je hem gelijk weer teruggeeft? Logica. Ja. Getal onder de 10. Pardon, meester. Deze jongen denkt: wat? Raad maar. 4. Correct. Dat is je cijfer voor wiskunde. Dat is zo naar. Had 10 gezegd, Jaap. Had 10 gezegd. En de jongen, zijn reactie is een legendarische. Wat? Heb jij dat dagboek laten liggen bij mij thuis? Vraagt deze jongen aan zijn beste vriend. Oh, nee. Ik denk het. Kijk er niet in. Alsjeblieft. Nee, joh. Tuurlijk doe ik dat niet. Phew, denkt die andere jongen. Ik kom hem gelijk halen, zegt hij. Is goed. Dan zeg ik alvast tegen Larissa dat je verliefd bent op haar. Je hebt gekeken. Oh nee. Heel eerlijk, als jouw beste vriend of vriendin een dagboek zou laten liggen bij jou thuis, zou je er dan stiekem in kijken? Eigenlijk moet je de privacy van elkaar wel kunnen respecteren. Waarschijnlijk als ik in het dagboek van Jeon kijk, zie ik alleen maar: donderdag, ik had zin in hamburgers. En die van Soraya is nog beter. Woensdag, ponies! Nice! Hey buurman, gelukkig nieuwjaar. Nog iets interessants gepland voor dit komend jaar? Vraagt de ene buurman aan de andere dus. Niet echt. Alleen heb ik nog een mega oliebol over. Oh, yum! Waar heb je die? Vraagt de andere buurman. Een huis naast mij. Ik praat momenteel met hem. Deze buurman zegt letterlijk dat hij zijn buurman een mega oliebol vindt. Terwijl die... Nice! Mensen een oliebol noemen. Hey, zullen we vanavond enge films kijken? Vraagt deze BFF. Kan, als je maar niet weer in bed plast uit angst. Dat deed ik niet! Ik had Fanta gemorst, zegt die andere weer. Je dronk cola, Simon. Laten we Frozen kijken. Oh, wat erg. Dus deze vriend vraagt aan zijn andere vriend. Of deze vriendin vraagt aan haar vriendin. Hey, zullen we vanavond weer enge films kijken? Waarop die andere alleen maar bij zichzelf denkt: oh nee, ik hoop maar niet weer dat je in bed plast uit angst. Waarop die andere weer zegt: nee joh, dat was geen plas, dat was Fanta. Maar je dronk cola. Laten we Frozen kijken. Je mag 1 wens doen, zegt de ene BFF tegen de ander. Van wie? Van mij. Je mag een wens doen van mij. Oh, oké. Ik wens dat mijn BFF
stopt met al mijn eten te stelen. Waarop de andere BFF antwoordt: oeh, ik heb denk ik geen verbinding meer. Ik zie je morgen op school. Dit is gewoon dat moment waarop jij niet wilt dat iemand er iets tegen doet. Dat jij iedereen's eten afpakt. Ik moet zeggen, deze is herkenbaar. Joris, heb jij alle Oreo's opgegeten? Vraagt een moeder aan haar zoon. Nee. Hoezo? Omdat er een spoor van kruimels naar jouw kamer gaat, Joris. Dat is toeval, zegt Joris. Is het ook toeval dat de lege verpakking in jouw bed ligt? Wow, dat moet de kat hebben gedaan, zegt Joris. De moeder zegt: huisarrest. Punt. Als iemand zo duidelijk het woord huisarrest naar je sms't, dan heb je huisarrest. Geen discussie mogelijk. Niet op je telefoon in de les, hè. Je weet het, zegt deze vader tegen zijn zoon. Weet ik, zegt de jongen. Goed zo, jongen. Wat doe je nu? Ik zit in de les, zegt de jongen. Goed zo, zegt de vader. Wacht, hey! Ja, inderdaad, dat dacht ik ook al! Die vader zegt letterlijk tegen zijn zoon: hey, niet in de les op je telefoon. Waarop de zoon op zijn telefoon zit en dus antwoordt: komt goed. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Ik zit in de les. Maar dat zegt hij dus terwijl hij op zijn telefoon zit. Terwijl dat nou juist is waar het om draait. Mag niet. Ik heb even het huis opgeruimd voor je in dat spelletje, zegt deze moeder tegen haar zoon. Welk spelletje, vraagt de jongen? Minecraft? Minecraft? Hoe bedoel je? Ja, jongens. Minecrafters willen niet dat je aan hun huis zit in Minecraft. Er lag iets van TNT, zegt de moeder. Je broertje zei dat het werkt als een stofzuiger. Alles is schoon. Mijn huis! Nee! Oh, dit is zo erg. Die moeder, die zag waarschijnlijk de laptop van die jongen openstaan met Minecraft en een groot huis. En die moeder die dacht: hé, laat ik mijn zoon helpen met het opruimen van zijn huis in het spel. En dat broertje heeft hem gewoon in de maling genomen, want die heeft tegen zijn moeder gezegd: ja, dat daar, dat blokje waar TNT op staat, dat is een stofzuiger. Kun je alles mee schoonmaken. Hier, steek het maar aan. Oh, wat flauw, guys. Wat flauw. Opa, ik heb denk ik mijn middageten laten liggen bij jullie. Die muffins, zegt deze jongen. Ik weet het, jongen. Ik heb het al gevonden, zegt de opa. Ah, gelukkig. Ik had er zoveel zin in, zegt de jongen. Waar heb je het? Op de veiligste plek in het huis. Echt? Waar dan? Vraagt de jongen. In mijn buik. Niemand kan er nog aan zitten. Wat? Zegt de jongen. Deze ga ik gebruiken. De volgende keer als Soraya aan mij vraagt: Job, waar ligt het ijs? Oh, op een superveilige plek. Ja, want het ligt niet meer in de vriezer. Het zit in mijn buik. Niemand kan eraan zitten. Ik hou het veilig voor je. Ik kan vandaag niet komen. Sorry, zegt de ene vriend tegen de ander. Nee? Hoezo? Ik had er zoveel zin in. Nou, ik had toevallig al een afspraak met een trol. Wat? Een trol? Zegt de andere vriend. Ja, ik zou films kijken en ijs eten. Wacht. Dat gingen wij toch doen? Hey, ik ben geen trol! Oh, eigenlijk zegt deze vriend tegen zijn vriend. Vriend. Gewoon letterlijk dat hij een trol is. Zo van, yo, ik kan niet komen, want ik ga al iets leuks doen met een trol vandaag. Oh, echt? Ik dacht dat wij wat gingen doen. Wat ga je doen dan? Ik ga ijs eten en films kijken. Maar wacht, dat gingen wij doen. Hey, ik ben geen trol! Psst, kan je even de klas uitlopen? Ik zit vast op het toilet en alle toiletpapier is op, zegt deze BFF tegen de ander. Geen probleem. Top. Je komt nu? Ik kijk even in mijn agenda wanneer ik tijd heb. Momentje. Stop met grapjes. Ik zit op het toilet. Dat snap ik. Anders zou het toilet op jou zitten. Oh, jongens. Deze vriend neemt zijn andere vriend zo in de maling. Geef toilet papier, zegt deze jongen. Oh. Hey bestie. Hey girl, zegt het andere meisje. Heb je zin in een donut? Ja! Oeh, jammer. Ik heb ze net allemaal opgegeten. Waarom vraag je het dan? Ik denk dat dat het geluid is wat die emoji maakt. Omdat ik er nog één over heb. Echt? Vraagt het meisje weer. 2 seconden geleden wel. Nu niet meer. Wat? Dat is letterlijk alsof ik tegen iemand zeg: hey, wil jij nog een hapje van mijn broodje? Waarop die persoon antwoordt: ja, lekker! Waarop ik weer zeg: oh, sorry. In de tijd dat jij zegt dat je het lekker vond, heb ik de laatste hap genomen. Alright, guys. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat in de comments weten hier beneden wat het grappigste sms'je is wat jij ooit hebt verstuurd. Of heb jij ooit eens een keer iemand in de maling genomen via je telefoon? Een juffrouw, een broertje, een zusje, een moeder, een vader, een hond, een kat, een tafel, een microfoon. I love you. Laat het in de comments weten. Abonneren kan heel gratis onderaan de video. Tot de volgende keer. En ik zeg adios. Bonus sms'jes. Mam? Jij wilt vast wel een nieuwe PlayStation voor me halen. Ja, ja. In je dromen. Top. Dan ga ik alvast slapen. Pa? Kan ik 5 euro lenen? De vorige keer ook al. Deze keer kan je het op je buik schrijven. Prima. Heb jij een pen voor me?